Ja, dus die sanctie, ik weet niet precies of die pakketten dan, en misschien zijn dit pakketten die nog handiger bedacht zijn. We hebben bovendien tot onze verrassing gelezen dat onze nationale bierbrouwer enthousiast zaken doet in Rusland. Heineken bedoel je? Ja. Ja. Dat is nou een beetje een raar verhaal, toch? En de ING ook, want de ING zei, ja, we hebben zoveel geld uitgeleend in Rusland, we moeten daar wel blijven. Want als we vertrekken, dan geven we eigenlijk al die leningen cadeau aan de Russen. Daar hebben we geen zin in. Nou, ja, zo blijf je aan de gang. Maar Heineken had geloof ik ook allemaal handig gebruik gemaakt van de afwezigheid van andere frisdrankproducenten om zelf allerlei frisdranken in de markt te zetten.